Voor verbranding heb je altijd drie dingen nodig. Nou zijn er heel veel verschillende soorten verbranding. In je lichaam bijvoorbeeld, het verbranden van voedingsstoffen. Roest is ook een soort verbranding, maar de allerbekendste is natuurlijk wel vuur. Voor verbranding heb je altijd drie dingen nodig. Namelijk brandstof, zuurstof en voldoende warmte. Ja, brandstof, dat kan echt van alles zijn. Papier, hout, benzine. Zuurstof, ja, dat zit in de lucht, maar het zit ook verpakt in andere stoffen. En voldoende warmte, dat krijg je door een botsing, door een wrijving of door een vonk. Als ik nou één van deze drie dingen weghaal, bijvoorbeeld zuurstof, dan heb je geen verbranding. Dit gebruiken we bij de vlammende pan. Heb je de vlammende pan, dan doe je de deksel bovenop de pan en zodoende kan je de zuurstof weghalen. Als ik nou één van deze drie dingen weghaal... We halen in dit geval de brandstof weg. We willen het gas uit hebben, dan hoef ik alleen maar aan de knop te draaien en het gas gaat uit. Als ik nou één van deze drie dingen weghaal... Nu gaan we de ontbrandingstemperatuur verlagen. Daarvoor hebben we het water nodig. Water kookt namelijk bij 100 graden en andere spullen kunnen dan niet in de brand vliegen. Daarom blust de brandweer met water om de temperatuur te verlagen.